Het is spannend. Ik denk dat het toch wel, stiekem denk ik dat we het best wel heel druk gaan krijgen. Omdat, ja, wat ik al zeg, de behoefte is groot onder de mensen om er weer op uit te kunnen trekken. Ze hebben natuurlijk allemaal al strepen gemaakt en dat, ze, ja, dat het gewoon niet te druk wordt. Maar dat het gewoon ja, soepeltjes verloopt, zeg maar. Het is alleen spannend met onze leverancier. Wat kunnen ze leveren en wat niet? Want ik ben niet de enigste in Nederland. En ik ben ook niet de enigste bij mijn leverancier. Winkels en horeca in Zoetermeer zijn blij met de versoepelingen. Maar er is ook werk aan de winkel. Zolang we het alleen af kunnen, doen we het alleen. Maar dus weekenden zullen we waarschijnlijk wel met z'n tweeën moeten staan. Dat er eentje bij de deur gaat staan om het een beetje te reguleren. Dus, we hebben vandaag al alle bestellingen gedaan bij de leveranciers. En nu is het afwachten, wat krijgen we geleverd? Wat kunnen we gaan verkopen? We hebben geen idee hoe het publiek zich gaat gedragen. Het is voor ons allemaal spannend. Het is helemaal nieuw. En ja, wij denken, laat het eerst maar gebeuren. En dan zien we wel hoe we daar eventueel op moeten anticiperen. In veel steden worden net als na de eerste lockdown stewards ingezet. Houden jullie ook een beetje afstand, meiden? Super! En bij grote winkels gaat het personeel aan de deur controleren wie er binnenkomen. In de passages zijn er sowieso altijd stewards aanwezig. Er zijn ook winkelbedrijven die zelf een steward aan de deur hebben. Met name de winkels die over het algemeen al veel publiek trekken. Die hebben dus een eigen beveiliging. En daarnaast zal er gewoon handhaving in de stad aanwezig zijn en politie. Om alles in goede banen te leiden. Ik hoop dat het niet te druk wordt, want dan gaan ze de boel afsluiten. Dan zijn we weer terug weer af. Ik verwacht dat de handhaver vaker langs loopt, wat vaker kijkt. Maar ja, dat is misschien ook wel goed juist. Want ja, je weet niet hoe de mensen gaan doen. Ik bedoel, misschien dat ze nu wat sneller doordrinken, omdat ze wat eerder naar huis moeten. Je weet niet wat er gebeurt dan. Ik heb er heel veel zin in. Ja, we hebben er echt heel lang op gewacht. En we zijn onwijs blij dat we weer meer mogen dan wat we de afgelopen maanden hebben kunnen doen.